naar het drukkrijgen naar de groep. Wij hebben het ook wat te vieren deze dagen, 25 jaar. Dit is een beetje het officiële gebeuren. Wij zijn nu toe aan het officiële deel. We dachten allemaal dat het officieuze deel we hadden, wat een de lange kant zou zijn. Maar de manier waarop ik toch iedereen probeert in te dirigeren, betekende dat u zich hebt geamuseerd in de eerste paar uur. En dat is een leuke constatering van mij. Ik geef nu graag het woord aan onze voorzitter, Jan Nulsen. En daarna kom ik nog een keer terug. Heel hartelijk welkom hier op onze jaarlijkse feestavond, feestmiddag, feestdag. En speelt dit jaar heel bijzonder omdat wij ons jubileum vieren. 25 jaar zijn we jong. En op de eerste plaats wil ik eigenlijk beginnen door elkaar te feliciteren. Nog een keer proficiat. We doen dat geen 25 keer, ja? Eén ding vooraf. Jullie weten allemaal dat onze oudste vrijwilliger afgelopen week gestorven is. Gisteren hebben we op een heel nette manier afscheid genomen. En zo dadelijk bij het uitreiken van de, ik zou wel zeggen, van de jubilarische cadeaus, komen we dan even nog terug. Dan staan we nog even stil bij het overlijden van Straat. Jubilarische, speciaal woord van welkom aan jullie allen, want jullie zijn vanaf het eerste uur vrijwilliger bij de locht. In totaal 14 personen, helaas gisteren 1 overleden, herstel zondag afgelopen overleden. 1 helaas op vakantie, dat kan ik ook niet begrijpen, die op vakantie, gaat als je groot kan worden. Maar ja, dat is een bestuurslid en van bestuursleden kun je het nooit volgen. Eigenlijk wil ik het heel kort houden. Ik ga geen feestreden doen, want laat ons eerlijk weten, wezen, we hebben op 5 juni allemaal gehoord wat de gouverneur heeft gezegd, wat Agnes Fürst heeft gezegd, wat ik heb gezegd, en waarom zouden we nog een keer in herhaling treden. Vervolgens hebben jullie op 5, 6 en 7 juni ontzettend hard gewerkt om, schrik niet, 1600 bezoekers hier te mogen ontvangen. En ik mag zeggen dat deze 1600 bezoekers een fantastisch weekend hier hebben gehad. En met name de kinderen, die hebben zich behoorlijk geamuseerd in de zweef, in de druivenmolen, de kop van Jut. We zijn uitstekend in de publiciteit geweest. En daarmee sluiten wij heden intern het 25-jarig jubileum onderling met elkaar af. Naar ik aanneem, hebben jullie intussen allemaal het jubileumboek ontvangen? Ja? Nee? Dan krijgen jullie het vandaag nog, of in ieder geval even naar het secretariaat. Ik ga ervan uit dat jullie het allemaal gelezen hebben. Ja? Ja? Dan hoef ik ook niks meer te vertellen over de afgelopen 25 jaar. En dat was nog niet mijn plan, want dat hebben we voldoende bij stilgestaan op 5 juni. Centraal vandaag, daar gaan we wel bij stilstaan, dat zijn onze jubilarissen. Zij die 25 jaar vrijwilliger zijn en allen op een geweldige manier hebben bijgedragen aan de afbouw van het Museum de Locht. Wij gaan. Hallo. Ja, hij doet het weer. Het geluid is hier al 25 jaar een probleem. Want ik ben pas 13 jaar voorzitter. Daarom wil ik het ook heel kort houden. Nogmaals, hartstikke welkom. Ik wens jullie een heel prettige dag. Zoveel mensen van het eerste uur nog steeds het feest kunnen vieren. Wat we elk jaar doen. En dit jaar dus het 25-jarig jubileum kunnen vieren. Dat zegt veel over hun motivatie en zegt dan ook, wellicht ook een beetje, over de sfeer bij het museum. Wij zijn heel blij dat wij jullie vandaag mogen huldigen, maar ook een beetje verdrietig dat Sarah Beerkens dit moment net niet meer heeft mogen meemaken.
Ook hij was 25 jaar vrijwilliger. Hij was zelfs onze oudste vrijwilliger. Hij was inmiddels 90 jaar. Zijn lichaam had de strijd al lang opgegeven, maar zijn geest nog niet. Altijd positief en vrolijk de laatste jaar achter de kassa en achter het koffiezetapparaat waarmee hij ons elke ochtend weer verwende en alle bezoekers. En ik stel voor dat we nu even een paar ogenblikken in stilte samen weer eens gedenken. En dan nu aandacht voor al die andere 25-jarigen. Ik noem zometeen de namen en daarna vraag ik hen om één voor één naar voren te komen. Ze zitten gelukkig hier redelijk vooraan, want helemaal achteraan had dat een probleem geleverd. Ik noem alle namen en dan verwacht ik daarna voor allemaal een ovationeel applaus. Arnold Dufus op vakantie. Leen Keizers, Nelly Lenzen, Piet Lenzen, Gerben Lintjes, Wim Pools, Marianne Lenkens, Nel van Rens, Truus de Zwart, Joop Thewe, Jan Verstegen en Mia Verstegen en Jacques Mijnen. De allereerste keer dat wij praten, wij 25-jarigen mogen gaan nulden. En we hadden allemaal cadeautjes voor 10 en 20 jaar. En de vraag was, wat geef je een 25-jarige? Geen speld, geen pennenset, want die hebben ze al. En in goed overleg met een van onze zeer creatieve vrijwilligers, Mai, hebben we uiteindelijk een oplossing gevonden. Iedere jubilaris krijgt vandaag een klein schilderijtje. En de eerste zou inderdaad alfabetische volgorde zou het weer kunnen zijn. Zijn schilderijtje, en als het goed is, gaat die zo meteen verschijnen. Dit is niet mijn fout dat het langer duurt, maar dat komt door het systeem. Omdat de foto's zwaar zijn en dan moet die beamer, die moet wat programmeren. Zijn schilderijtje, je ziet hier de afbeelding, is bij zijn begrafenis. Op verzoek van de familie, gisteren overhandigd door Jan Hulsen en Stina, zijn vrouw, zijn kinderen en zijn kleinkinderen waren er heel blij mee. En dan de jubilaris in volgorde van alfabet, die wel aanwezig is, Leen Keizers. Actief op heel veel fronten, actief op het terrein van ontvangst, activiteiten en tentoonstellingen. En zij ontdekt al heel vroeg dat zij het familietalent, dat zij het familietalent had geërfd. En even haar proefstukken hebben jullie vandaag allemaal kunnen bekijken. Ze heeft een heleboel, maar deze staat heel prominent, een pseudoglas in loodraam in de nieuwe kapel. En wellicht is haar belangrijkste bijdrage van ons museum wel, dat zij bijna haar hele familie inmiddels vrijwillig heeft gemaakt met de locht. En daar hebben wij dagelijks profijt van. Maar haar belangrijkste eigenschap is misschien wel haar goede humeur. Altijd goed lachs, altijd vrolijk. Leen, hartstikke bedankt. En dit had ik iets eerder moeten doen. Maar hij komt wel. Dat is de ene. En dat is de volgende. En ze staan alfabetisch, Jan. Hier van hem. Dat de eerste is inderdaad. Je ziet het schilderijtje. Dat is het schilderijtje. Proficiat en al 25 jaar erbij. Ja. Vind je het leuk? Ik ben nu gemaakt. Jawel, je dochter. Is tijdelijk herkenbaar.
zij was vanaf het begin waterpartij. En tot ze komt. Ja. Nelly was vanaf het begin verantwoordelijk voor het stijlvol en historisch verantwoord inrichten van de langgevende boerderij. En dat is prima gelukt. Dat kunnen al die bezoekers elke dag opnieuw bekijken. Zij behoort ook tot de kop, vanaf het begin tot de kerngroep van de commissie ontvangst. En bepaalt daarmee ook het beleid van die commissie. Daarin is ze tegelijkertijd heel vasthoudend en toch heel bescheiden. Dat is knap als je die twee eigenschappen kunt verenigen. Daarnaast was zij de drijvende kracht achter het Lochtkoor, maakte zij de tekst van het Lochtlied. Daar komen we in de loop van deze dag nog een keer op terug. En had zoveel functies binnen ons museum dat ik ze niet allemaal ga opzommen. Ze was en is de zeer loyale echt en bondgenote van Piet. Thuis moet het best gestormd hebben over de tijd en de energie die met name Piet aan de log besteden. Maar in het openbaar heb ik daar nooit een kwaad woord over gehoord. Dat vind ik klasse. Je bent eerder voor al deze zaken gehonoreerd met een koninklijke onderscheiding. Dat gaan we nu niet herhalen. Maar ik wou het wel vermelden. Nelly, dank je voor al die jaren, voor je inzet. En hopelijk nog heel lang. Dank je wel. Tja. En dan haar man Piet. Piet Les. Voor mij als relatief nieuwkomer in het museum. En kijken naar al die mensen die hier zo lang gewerkt hebben. Kwam ik op rest uit de conclusie dat Piet waarschijnlijk de belangrijkste grondlegger is van dit museum. Zonder zijn zeer grote energie, doorzettingsvermogen en niet te bedenken ooit zijn borgstelling in het begin, was dit museum nooit tot stand gekomen. Zijn grote klus was in de tijd beginnen met de restauratie van de langgevelboerderij. En niet in de laatste plaats, hij heeft het mij jaren geleden verteld, het rennen van de remmen muren tijdens enorme hoogbui die, toen was er nog geen buienradar, in één keer onverwacht hierheen kwam. Het dak was eraf en Pieter realiseert zich onmiddellijk van als die hoogbui daar echt gaat neerploffen, dan wordt er aan die muur is er niets meer over. Dat gaat onmiddellijk weer allemaal leeg worden. Piet was en is actief in het bestuur van ongeveer alle commissies. En als hij per ongeluk niet in een of andere commissie zit, dan doet hij wel alsof het zo is. Het is herkenbaar, hè? Piet heeft een natuurlijke manier om zich overal mee te bemoeien. En gezien zijn betrokkenheid is dat heel logisch. En iedereen heeft daar ook respect voor. Hij is niet alleen onze conservator, de beheerder van de collectie, maar ook een actieve verzamelaar. Hij haalt overal hout en stenen en pannen en attributen vandaan die naar zijn mening misschien niet nu, maar dan heel veel over een paar jaar uitstekend van pas zullen komen. Voor mij is het raadsel hoe hij altijd weet waar hij die spullen moet halen, als ze komen binnen. Ook Piet is jaren geleden onderscheiden met de koninklijke onderscheiding voor al het werk wat hij hier doet. Na 25 jaar is hij nog lang niet uitgewerkt. Ik zie hem nog staan op een gegeven moment een keer bij die oude archeologische boerderij. Er was niemand hier, we hadden hier een vergadering. En wie stond er in zijn eentje de takken te vlechten tussen de muren? Piet. Nog lang niet uitgewerkt. En we gaan nog uit. En hij nog jaren op zijn bekende manier zich dan inzetten op alle mogelijke terreinen. Piet, hartstikke bedankt voor al die jaren en hopelijk nog heel lang. Voor de foto. Het is wel de grond.
zie dat systeem dat ik al lang sta. Maar hij komt, hij komt. Piet had een foto van het. Met de brouwerij. Kermen was en is nog steeds de jongste vrijwilliger ooit. Voor mij was hij 18 jaar toen hij verleid is door een van zijn familieleden om hier ook de club van vrijwilligers te komen versterken. Hij is nog steeds de jongste die onder ons zijn. Ik denk dat hij, als ik hem nu bezig zie, ongeveer elke elektriciteitsleiding die hier gelegd is, persoonlijk in handen heeft gehad. Maar hij is ook soepel meegegaan met de ontwikkeling op dat technische en technologische vlak. De nieuwe trend, de aansturing van alles met de computer, de klimaatbeheersing en bewaking in dit gebouw, het besturen van afstand. Als ik een keer een telefoontje krijg van iemand die zei, ik heb gewandeld in je omgeving, maar het hek is dicht en ik staat in mijn auto. Ik wist echt geen verbazing dat ik met mijn telefoon van huis uit het hek kan bellen. En het hek doet dan één ding, het gaat open. Allemaal te danken aan zijn technische kennis. Er waren wel eens wat kinderziektes, maar inmiddels zijn die redelijk opgelost. Maar waar hij eigenlijk het meest mee opvalt, is dat hij in zijn vrije tijd over het terrein loopt te paraderen met zijn mooie echtgenoot en zijn mooie kinderen om hem heen. Een plaatje om te zien, ik kan het u aanraden. Gezien zijn leeftijd kan hij nog heel lang mee. En ik hoop dat hij dat ook bij ons zal doen. Gerben, hartstikke bedankt voor al die jaren. Ja. Van die boerderij. Maar dan niet alleen dat, maar ook heel actief om elders in de omgeving gebouwen af te breken en vervolgens alles te verzamelen en het hier weer op te bouwen. Inmiddels een beetje jaren ouder doet hij het rustig aan, maar nog steeds actief. Elke begin van de week het terrein schoonmaken en heel betrokken bij het krijgen en zeilen van het museum. Met die oude binnenplaats die daar ligt en nog steeds zo mooi uitziet, danken wij elk jaar opnieuw aan Wim Poels. Wim, dank voor al die jaren dat jij de bouwstijgers hebt bestegen en voor al die jaren dat je hier het terrein onderhouden hebt. Dankjewel. En jij kunt er nog heel lang mee. Wat is het? Dat is het, ja. Een nieuw huis boven de bed, ja. Allemaal unieke schilderijtjes, hè. Allemaal unieke schilderijtjes, hè. Van Mike Lijsens. Ja, dat mag ik vertellen. Dat mag ik vertellen, man. Dan Marian Rekens. Marianne,
begonnen de commissieontvangst. Er werd speciaal ingezet voor ontvangst en rondleidingen van Engelstalige bezoekers. En dus. Maar dat is mij niet nodig. Ja, hoor me. En ze is nu vooral zeer prominent aanwezig in de tentoonstellingscommissie. En roert daarmee niet alleen haar mondje, maar ook de verf. Zij maakt grote doeken, geeft schilderles en is met name beroemd om haar collectie heilige beelden liefst mooi staat te pronken in de kapel. En lekker, want dat lijkt me handig, hè. Als jij later de poort van Petrus bent binnengegaan, dan hoeven ze jou niet meer, hoef jij niet alle mensen weer voorgesteld te krijgen. Maar ze zijn allemaal oude bekenden van jou, hè. Ja, anders. Nou ja, dankjewel voor die activiteiten in beide commissies. En ik denk dat er nog heel veel te restaureren en te schilderen is. Dankjewel. Je bent nog zo jong. Jo.
door. En dat was voor mij ook een beetje een verrassing. Maar inmiddels helder. Doris begonnen als poppenmaakster voor het museum. En nog steeds als je door het museum loopt, komt u op veel plekken de poppen tegen die Doris gemaakt heeft. En bovendien maakte zij op verzoek kleine modellen van Abrahams en Sarah's. En vroeg me af, en waarom niet meer? Dat lijkt me zo leuk. Ja. Dan moeten we ons gaan praten met de winkelmanier, hè? Ja. Door zegt, maar ze verkopen ze niet meer. En toen zie ik, misschien moeten we nog spraken met de winkelmanier. We hebben een speciale winkelmanier, wellicht dat we toch eens wat zaken kunnen doen. Ja. Door is nu lid van de poetsploeg en daarnaast, net als Nel, enthousiast lid van het aspergeschilteam. Ik kijk altijd met veel plezier naar als de keuken binnenkomt, rond die tafel, vier lachende koppen. Maar niet alleen schillen, maar ook de laatste nieuwtjes uitwisselen. Het gaat om een stuk gezelligheid en daar doen wij hier een heleboel voor. En ook voor die asperges geldt, dankzij die asperges hebben wij zoveel lekkere soep. Door. Hartstikke bedankt. Ja? Ja? Boven het bed van? Ja, ik ook. Ja? Jongens. En ik wil even nog één ding onderbreken voordat we naar de volgende gaan. We hebben nu twee mensen van de poetsploeg gehad. En ik wil eigenlijk steeds een beetje een keertje mijn bijzondere waardering uitspreken voor de hele poetsploeg. Die ook op dagen dat anderen er niet zijn. Tweede kerstdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, er toch zijn, aan het werk zijn. En daarnaast, als ik het vergelijk, dat werk, en ik vergelijk het bijvoorbeeld met een bouwvakker die kapel gebouwd hebben, dan zie je dat na verloop van tijd staat er iets heel moois dan, kun je zeggen dat staat er. En de poetsploeg begint elke week opnieuw met hetzelfde stuk schoonmaken en met hetzelfde enthousiasme en hetzelfde goede humeur. Ik heb daar altijd heel veel waardering voor. En ik zou dat graag willen doen door liever jullie te vragen voor de poetsploeg en een paar applaus te maken voor hen. Dan in de volgende nieuwe laders niet even steken. Mia, we kennen hem allemaal als een zeer betrouwbare en goed gehumeurde en enthousiaste lid van onze commissie ontvangst. Je bivakkeert meer in de keuken dan achter het buffet, heb ik het gevoel. Of dat komt omdat je op alle dagen bent ingeroosterd en achter de keuken meer te doen is. Maar altijd gericht op het ontvangen en goed ontvangen van onze gasten en het voor hen zo aangenaam mogelijk maken. En waar ik best heel veel bewondering voor heb, en dat is dan persoonlijk, is dat jij jouw goede humeur, ook in de afgelopen jaren, waarin het toch wel een beetje tegen zat, altijd hebt gehouden. Die lach die nu op je gezicht staat, die zit ook aandringend altijd mee. En moeder zei wel eens, het lijkt of die lach aan je kont geplakt zit. Maar, ja, dus hè, dat is dus, ik zeg het. Ja, hartstikke bedankt voor die goede zorg van onze gasten. En hartstikke bedankt voor het goede weer. Alsjeblieft.
Ja, heb je al die mensen te kosten, zoals gesproken? Allemaal, hè? Ja. Ja. Was en is hier vrijwilliger al 25 jaar. Maar eigenlijk is Jan veel bekender als postbode. We hebben in Horst een zingende postbode. Maar jij was de pratende postbode. Veel praten. Veel met alle mensen een gezellig praatje hebben. Dat vond je leuk. En dat maar helemaal van pas als lid van de ontvangstcommissie heb jij al pratend heel wat rondleidingen gedaan in dit museum. Praten, rondleidingen, was zijn rust en zijn leven. En daarnaast koffie en vlaai verkopen in de oude herberg. Want ook dan kon hij daar gezellig zitten kletsen. Hij had heel druk als rondleider, soms wel 3 rondleidingen per dag. Kinderen en volwassenen, het maakte voor Jan al niets uit. En daarnaast was hij ook iemand die jarenlang voor ons onze bietenstroop heeft gemaakt. In onze eigen stroopbakkerij. Ik raad u aan, zeker in het najaar een keer te komen kijken, maar Jan was ons team van bietenstroopbakker. Jan, hartstikke bedankt voor al die jaren. En het ga je nog heel goed. Biertap op dagen als deze. Tja, hartstikke bedankt voor al die jaren en hopelijk nog heel veel jaren erbij. Dankjewel. Dat waren onze jubilarissen. Nog één keer. Even nog, sorry. Even, alle jubilarissen even op podium. Ja, dat is mooi. Wat was het dan? De regentregie, hoor. Dit waren. Dat waren onze jubilarissen individueel. Ja, sorry. Ja.
Ja, een beetje dichter naar elkaar toe. Ja, lukt het zo wel? Leuk, druk mee. Kijk dan ook weer heen, Jan. Zo. Met knopen de knieën. Ja, hou het zeker. Joep. Dit zijn ze allemaal. Ik vraag nog één keer een heel groot applaus voor iedereen. Wij kunnen jullie nog lang niet missen. En hoop dat het omgekeerd ook zo is. Dit is in een goed huwelijk. Want dan leven wij nog lang en gelukkig. Dank jullie wel. Lang zullen we.